ga echt helemaal mee in het verhaal, in de trip. Ik vind het echt uniek, zoiets. Moe, maar fijn moe, als in van, ja, er zit nog een hoop adrenaline in je lijf, maar wel gewoon heel voldaan eigenlijk. De trip is meer een beleving. Je gaat automatisch mee in het verhaal. Je ziet dat je gaat klimmen, je ziet dat je gaat dalen. De muziek vind ik fantastisch. Je bent wel aan het promoten, maar je ziet ook, ik heb hier altijd op vrijdag gefietst, dan waren er dan 9 of 13. Maar nu is het volle bak, hè? Ja, je doet helemaal mee, hè. Als je het ziet, dan ga je ook hangen in die bochten. En bij de vorige trip was er iets wat over de weg ging, dan zie je iedereen bukken. Dus ja, dat is echt heel leuk, ja. Bij spinning, ja, dan zit je op een fiets en dan heb je wel het geluid en de muziek, maar ja, niet het visuele stuk. En dat maakt voor mij in elk geval de trip heel erg leuk. Toen was ik eigenlijk meteen enthousiast. Ik dacht van, oh, dit is echt iets unieks wat we in de club moeten hebben hier. Er wordt wel gezegd wat je moet doen tijdens het spinning bijvoorbeeld, maar hier heb je er ook nog beeld bij. Dus je kan echt nog meer gerichter je workout doen. Je moet gewoon mee. Je kan niet stoppen. Als je moe bent en je ziet die berg voor je, dan denk je van, oh ja, ik moet. En je gaat niet stoppen. Dus en dat is denk ik wat mensen gewoon over de streep trekt om dit te gaan doen en te blijven doen. Dat je echt een gevoel krijgt van, hey, ja, lekker. Aan het eind van de les, helemaal op, leeg. Dat je daar weer een nieuwe energie krijgt. En dat gevoel krijg je hiermee. Colin Crowdfund. Comfortabel investeren.